Hallo beste followers en welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Fadi Awad en vandaag wil ik met jullie praten over hoe wij een YouTube-miniatuur kunnen maken met een behulp van Adobe Photoshop. Voordat ik ga beginnen wil ik uw aandacht vragen om te abonneren op mijn YouTube-kanaal door te klikken op de belknop. Dan blijf je op de hoogte van de video's die ik vaak upload. En we gaan zo snel mogelijk beginnen aan de slag. Ik ga nu eerst en vooral vragen aan mijn browser wat de afmeting is van Adobe, of sorry, van de YouTube miniatuur. Dus ik vraag size YouTube thumbnail. Klik hierop. En ik zie hier dat de afmeting is 1280 pixels maal 720 pixels. Dat is perfect. Ik heb alles al op voorhand genoteerd. Dan ben ik zeker dat ik ga de juiste formaat kiezen. En nu ga ik naar mijn eigen pc en dan ga ik zoeken naar mijn Photoshop. Dus ik doe Adobe Photoshop, dan heb ik een versie van 2023, ik klik hierop en dan wachten wij tot als mijn programma gaat starten en dan zien wij hoe wij de Photoshop kunnen gebruiken. Dat gaat zo snel mogelijk beginnen zeker, hopelijk. Trouwens, dat is de laatste versie van Adobe Photoshop. We gaan zo dadelijk kijken. Dus wat zien we hier aan de linkerkant? Dat ik een nieuw bestand kan maken. Hè? En ik heb hier, dus ik klik hier op een nieuw bestand. En dan kies ik, zal ik zeker aan vast. Goed letten dat ik hier in pixels ben, niet in centimeter of niet in inch of millimeter. Dus ik klik op pixel en ik geef, zoals ik daar straks gezegd heb, 1280, dus 1280 pixels maal 720, 720 pixels. En de rest maakt het niet uit, dus allemaal in pixels. Ik moet goed opletten en dan klik ik maken. Perfect in orde. Ik zie hier mijn canvas, alles daarop en eraan. Aan de rechterkant werken wij met lagen. Ik zie hier een achtergrond, witte achtergrond. Ik klik op het slotje, dubbelklik en oké, perfect in orde. En dan ga ik een effect geven, een verloop bedekking kiezen. Ik zie hier een verloop bedekking en ik kijk hier, dan heb ik een rode. En ik klik hierop, dan heb ik hier bijvoorbeeld rode, zwart, rode, zwart. En ik ga nog een andere kleur beetje verlagen en ik geef zo, klik hierop en dan ben ik oké. Dat is mijn allereerste laag. Dus een laag kan ik een naam geven en ik zeg achtergrond, achtergrond. Oké, perfect in orde. Een achtergrondlaag. Achtergrond, perfect in orde. Nu wil ik eigenlijk mijn eigen foto kunnen plaatsen op de YouTube miniatuur. Dan ga ik bestand kiezen en dan klik ik ingesloten plaatsen. Kies hierop en dan zoek ik naar een foto van mij, afbeeldingen. Dan kies ik voor camera en dan kies ik voor deze foto bijvoorbeeld. Dat is perfect in orde. Ik zie hier aan de rechterkant de naam van het bestandje. Ik probeer eigenlijk met Ctrl-T te klikken. En dan verklein ik mijn bestandje een beetje zo.
ben ik tevreden, laat ik eventjes in het midden, mijn foto, klik, dubbel enter. En nu ga ik naar selecteren. Ik moet zorgen dat ik op de juiste laag sta. Dus ik sta hier, tweede laag. En dan klik ik op selecteren. En dan na het selecteren zal ik zeggen onderwerp kiezen. Momentje. Ja, hopelijk. Ja, oké, perfect in orde. Dus ik hier selecteren. Dat is allemaal in orde. En dan niet vergeten een mask. Hè? Masker maken. Hè? Of masker maken van een selectie. Ik klik hierop. En dan heb ik al mijn foto. Dus ik mag naar een... dan klik ik op letter V op mijn scherm. Of klik ik hierop. En dan kan ik eigenlijk mijn foto rechts of links kunnen verplaatsen. Nu, voordat ik aan iets anders begin, wil ik nu eerst en vooral nog een tekst toevoegen. Door een tekst toe te voegen, dan klik je op letter T. Dan heb je hierop. Klik op de letter T. En dan ga ik nu een horizontale tekst toevoegen. Bijvoorbeeld... wat ga ik een naam geven? Zal ik zeggen tutorial. Tutorial. Thumb. Nail. Bijvoorbeeld. Ja. Ik heb gekozen naar de tekst. Ik centreer mijn tekst. En ik geef een andere font van de tekst. Stel dat ik kies voor Microsoft New T-Lu. Klik hierop. En dan begin ik een beetje de font nog wat groter maken. Dan kies ik bijvoorbeeld voor dit. En dan met de Alt selecteer ik de tekst en dan ga ik naar beneden om tijd te winnen. En dan verander ik volg mij bijvoorbeeld op Instagram. Instagram. En dan... selecteer heel de tekst en begin ik een beetje wat kleiner maken. En zo. Dat is eigenlijk niet zoveel werk aan. Niet vergeten, als je tevreden bent, dan kan je zeggen bestand exporteren. En dan kan je snel exporteren als PNG. Of je kan zeggen, ik ga... niet vergeten dat je een naam moet geven, bijvoorbeeld. YouTube, dan kun je zeggen YouTube. YouTube, miniatuur. Dan klik hierop. Dan heb je al een foto als PNG. Nu, stel dat je zegt nee, de rode achtergrond is niet echt mooi. Ik wil hem niet hebben. Dus wat zou je kiezen? Dan zeg je, oké, ik wil iets anders hebben. Dan kan je naar de browser gaan. En dan ga je bijvoorbeeld naar een website die heet Freek Pik, geloof ik. Ja, Freek Pik. Perfect in orde. Klik hierop. Dat is eigenlijk een heel gratis website. Waar die site biedt u aan gratische foto's die je kan gebruiken. Hè? En dan via de search functie, dan zie ik bijvoorbeeld, of zoek ik YouTube background. Dan kijk ik YouTube background. Hij geeft het automatisch ook.
Op, op. En dan kan kies ik welke soort YouTube backgrounds dat ik nodig heb. Ik kies voor een foto of een vector of een PSD, ook een Photoshop bestandje. Dan zie ik een foto, klik hierop en dan kies ik dat ik kies voor deze bijvoorbeeld. Ziet er wel geweldig uit. En dan kan ik hier ergens onderaan. Ah nee, ik zie dat dit kan niet gedownload worden als free image. Tegendeel. Dat moet je wel betalen. Dat is een premium versie. Ik zou kiezen voor iets wat goedkoop en gratis. Stel dat ik dit kies. Oké, perfect in orde. Ik zeg downloaden. Free download. En dan heb ik het bestandje. Ziet er geweldig uit. In orde. Dan ga ik terug naar mijn YouTube. En dan zeg ik bestand. Bestand. Ingesloten plaatsen. Plaatsen. Ingesloten plaatsen. En dan zoek ik naar het pad waar ik mijn foto gedownload heb. En dan zie ik YouTube hierop. Perfect in orde. En niet vergeten, we werken met lagen. Dan moet ik mijn foto boven het laag, de laag. Ik zie op dit moment mijn foto niet, hè. Ik heb daar straks een mooie achtergrond geplaatst hier in Photoshop, maar ik zie eigenlijk mijn foto niet meer. Dus wat ik moet doen eigenlijk is gewoon de laag van mijn foto, of sorry, van de achtergrond naar beneden plaatsen. En dan zie ik mijn foto terug. En wat kunnen we nog doen? Hè? Na de verplaatsing van mijn foto zou ik de tekst nog een beetje kunnen corrigeren. De kleur van de tekst. Dus als ik hier op de tekst klik, dan kies ik een mooie kleur. En dan op de tweede tekst zou ik ook een andere kleur geven. Zeker werd in het wit. Allemaal in orde. De tweede zou ik ook een andere tekst geven. Volg mij op Instagram. Tjuk. Ik klik op de laag van de tekst en ik geef ook een andere kleur. Ik ga proberen te verkleinen, een beetje deftig kunnen werken en dan een beetje wat. De font een beetje nog wat verkleinen. Perfect in orde. Kijk hier aan. Oké, ik ben nu tevreden. En dan zou ik zeggen: bestand exporteren. Exporteren als. Kan kiezen. En dan zou ik zeggen: je hebt hier mogelijkheden om te kiezen. Je wilt PNG of wilt JPEG of GIF. Je mag kiezen. PNG is ook goed, JPEG is ook goed, maar zullen we JPEG kiezen? En helemaal onderaan zeg je exporteren. En hij zegt naar waar moet ik dat exporteren? Zeg maar, geef een naam, dus YouTube 3 bijvoorbeeld kiezen. Je mag de naam kiezen die je graag wilt. Oké, ik klik hierop. Allemaal in orde. Voilà, nu ga ik kijken wat ik gemaakt heb. Ik klik hierop op mijn camera's, op mijn afbeeldingen. Dan heb ik nu mijn tweede die ik gemaakt heb. En mijn eerste die ik gemaakt heb met. Natuurlijk Adobe Photoshop.
We zijn nu helemaal op het einde van de video. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben. Niet vergeten alsjeblieft om te abonneren op mijn YouTube kanaal en mijn video zoveel mogelijk te delen. Hè. En als jij echt hulp nodig hebt of feedback, aarzel niet om mee te contacteren of via een commentaar hier onderaan te schrijven onder de video. En ik zie jullie in de volgende keer. Dankjewel, tot ziens. Dag!